leukere begin van 2017. Goed om eens even weer naar de jeugd te kijken. We hebben het al vaker over gehad. Goed beleid ingezet de laatste jaren. Dat is in 2016 wel voortgezet. Ja, absoluut. Ik bedoel, het beleid wat ooit al ingezet is door, werd al gezegd, de gebroeders Reinders, maar ook de mensen die daaromheen waren natuurlijk, dat proberen we voor te zetten. Daarbij is wel wat nadrukkelijker ook aandacht voor de prestatie, maar dat is eigenlijk in het beleidsplan wat een paar jaar geleden al door de, onder andere dus de gebroeders Reinders opgesteld is, is dat toen al vastgelegd. Ja, daar proberen we nu concreet invulling aan te geven. En eigenlijk houdt dat in dat we dus de kinderen die vooral voor de recreatie, voor het plezier komen voetballen, die kunnen we nog steeds uitstekend bedienen. We hebben veel aandacht ook voor die teams. Maar de talentjes, daar willen we toch proberen ook net wat extra aandacht aan te schenken zonder dat het ten koste gaat van de anderen. Omdat we toch langzamerhand ook toe willen naar een mooi herkenbaar eerste elftal van Hoogeveen op een goed niveau. Ja, het is er vaak gezegd, hè, van de kwantiteit, dat was een eerste doel. En vorig jaar is ook heel duidelijk gezegd, nu die kwaliteit. Ja. En dat betekent dat we zeker aandacht houden voor de kwantiteit. Het mag niet zo zijn dat alle aandacht uitgaat naar de kwaliteit. En dat we daarmee de kwantiteit uit het oog verliezen en eigenlijk weer wegzakken. Nee, het is juist dat moet een stabiele basis vormen. En daar moeten we op voortborduren om dan ook aan kwaliteit te kunnen denken. Ja. Een belangrijk item is eigenlijk bij heel veel clubs, onder andere het positief coachen. We hebben het even gehad over de groei al vaker van de jeugdafdeling. Ja, dat neemt ook met zich mee, of brengt ook met zich mee dat er geselecteerd moet worden. En dat leidt soms ook wel tot onvrede bij ouders. En hoe ga je daar als club mee om? Nou, ik denk dat het in eerste instantie voor een speler, eventueel een overleg met zijn ouders, heel belangrijk is om zelf goed te bepalen van wil ik prestatiegericht voetballen of doe ik het vooral met mijn plezier, wil ik met mijn vriendjes voetballen. Dus dat is een belangrijke keuze, want wij zitten in die zin ook, voeren we eigenlijk een beetje twee sporen beleid. We willen graag iedereen plezier bieden, maar om op te leiden voor het eerste elftal zullen we ook voor de talenten een specifiek toegepast beleid moeten hebben. Dus dat is in eerste instantie voor de speler zelf, van heb ik talent, ja of nee, om daar gewoon realistisch naar zichzelf toe in te zijn. Maar tegelijkertijd dus ook van willen ze graag recreatief voetballen, dan kan dat, geen enkel probleem. Ik bedoel, daar proberen we ook gewoon zorg voor te dragen dat die teams goed begeleid worden, goede trainingen hebben, qua materiaal en zo tiptop voor elkaar is. En dat lukt ons ook goed. En vervolgens is het aan ons om op het veld, wat jij zegt, positief coachen, vooral die enthousiaste benadering erin te houden. Nou, daar hebben we denk ik hele slagen in gemaakt. Onze trainers die zijn ook allemaal geschoold door de cursussen positief coachen van de KNVB. Dus dat gaat denk ik heel goed. Maar de bal ligt ook wel eens even een keer bij de ouders. Hè? Want we moeten ook niet romser zijn dan de paus. Ook bij onze club gebeurt natuurlijk wel eens wat. En soms moeten ouders denk ik ook wel eens even in de spiegel kijken. Ja, absoluut. Kijk, ik ben de eerste die altijd zelf hand in eigen boezem steekt. Hier gebeurt ook wel eens wat. Ook wij maken fouten. Maar ik denk als je gewoon realistisch om je heen kijkt, dat we hier bij Hoogveen het echt behoorlijk goed voor elkaar hebben. Het gras bij de buren is wel gauw groener, maar ik denk dat het gras bij ons ook ontzettend groen is. En tegelijkertijd, als ik kijk, ik kan legio teams noemen bij ons in de jeugdopleiding, waar gewoon heel lekker getraind wordt, waar de trainingsopkomst ontzettend goed is, waar je kinderen echt sprongen vooruit ziet maken als het gaat om het niveau. Maar dat zijn ook met name de teams waarin gewoon rust is rondom het team. Waar echt het voetbal centraal dus kan staan en de ontwikkeling van de jeugdspelers centraal kan staan. En ik denk dat voor ouders het met name goed is om ook te realiseren dat op het moment dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan die rust rondom het elftal, dat het met name de kinderen uiteindelijk ten goede komt. Ja. Als we even kijken naar die talentontwikkeling, daar heb ik toch even naar terug. Dan noem ik ook even de nieuwe hoofdtrainer, Nico Haak. Is een man met veel ervaring bij de jeugd. Hè? Nu al jarenlang bij PEC Zwolle werkzaam, daarvoor bij FCM onder andere. Daar moeten jullie ook van kunnen profiteren. Ja, dat willen we hartstikke graag. Ik bedoel, hij heeft een bak aan ervaring als jeugdtrainer inderdaad bij PEC Zwolle en daarvoor bij andere BVO's. Dus we zouden gek zijn als we dat niet doen. Ik denk dat het ook goed is om te zeggen van we hebben ook bewust naar zo'n type trainer gezocht. We wouden graag een trainer die uiteraard voor het eerste elftal een hele goede trainer is, maar die tegelijkertijd ook oog heeft voor de inpassen van de jeugd, ontwikkeling van de jeugd en in die zin verder kijkt dan alleen het eerste elftal, maar verenigingsbreed kijkt. Ik bedoel, we zijn in die zin nog steeds een club in ontwikkeling. Ja. Dat betreft is een mooie ontwikkeling het tweede elftal natuurlijk goed meedraaien dit jaar. De zaterdag die ook wel weer in de lift zit. Want je moet elkaar uiteindelijk straks gaan versterken.
Ja, en dat gaat ontzettend goed op dit moment. Als ik zie, ik bedoel zowel A1 als het tweede elftal en proberen elkaar veel te helpen. We doen allebei mee om promotie naar een klasse omhoog. Ik denk dat het ook goed is om die stap te maken richting de hoofdklasse, zowel voor tweede als voor de A1. Zaterdag inderdaad, die zich nu hartstikke lekker ontwikkelt. Als ik kijk naar zondag 1, denk ik, ja, misschien de winterstoppen haast wel iets te vroeg gekomen. Maar die draaien op een gegeven moment ook hartstikke lekker en met veel eigen jongens erin. Plus, als ik dan zie dat nu na de winterstoppen straks de trainingen weer beginnen, gaan er weer extra A-junioren aansluiten bij de trainingen van het eerste. Jongens die in onze ogen de potentie hebben om op termijn die stap te zetten, echt naar het eerste. Dat ze ja, nu al de kans krijgen om daaraan te ruiken. En ja, dat zijn gewoon prima ontwikkelen, denk ik, voor de vereniging. In die zin staan we er heel goed op. Ja, tot slot nog even. Er staat nog wat op stapel bij de jeugd organisatorisch qua verandering? Ja, nou ja, goed, je hebt altijd een stukje voortschrijdend inzicht. En wat ik zeg wil, het is begonnen met in die zin, laten we toch maar even zeggen, de gebroeders Reinders die bepaald beleid hebben ingezet. Nou, vervolgens is de stap gekomen binnen de jeugd om een scheiding te maken tussen organisatorische zaken en een technische jeugdcommissie. Nou, en binnen die technische jeugdcommissie willen we nu zaken iets anders gaan regelen. Tot op heden was de keuze om één aanspreekpunt te hebben per sectie. Maar dat betekende wel dat zo'n coördinator eigenlijk echt een manusje van alles moest zijn. En dat is in de praktijk dan lastig, want dan komt er van alles op je af. En om dat allemaal goed te doen, dat is een opgave. Dus we kiezen er nu bewust voor dat we ook daarin zeggen van nou, we hebben mensen echt voor op het veld. Jonne Jansen die gaat technisch coördinator onderbouw worden, dus die moeten het beleid echt vertalen op het veld. Naar het niveau van de trainingen, inhoud van de trainingen, ondersteuningen voor de trainers. Giovanni Tanalepi gaat het doen bij de teams in de bovenbouw. Wim Anninga, en daar ben ik ontzettend blij mee, want Wim die doet ontzettend goed werk voor de club. Als natuurlijk een ras-echte Hogevenen kent hij ook ontzettend veel mensen. Nou, die gaat binnen de onderbouw Jordan juist ondersteunen in de zaken rondom het veld. En het grote voordeel daarvan is gewoon dat je dan als vrijwilliger ook vooral bezig kunt zijn met de dingen waar je goed in bent en waar je het leuk vindt. In plaats van dat je een soort manusje van alles bent.